weer naar een video op deze vrijdag. En zoals je ziet, zit ik niet op Riley, maar op Gun. En waarom? Ja, omdat me dat gewoon even leuk leek vandaag. En ik besef mij nu dat mijn homestable is voor Pinta. Ik kan mij niet herinneren dat ik dat gedaan heb. Maar mijn paard heeft honger, zie je het? Eerst maar even mijn peert eten geven. Ik had hier altijd stalhulp volgens mij, maar blijkbaar is die op. Wacht even, ik ga wel even mijn stal in. Kom. We gaan even in mijn stal kijken. Waarom heb ik hier eigenlijk mijn homestable van gemaakt? Ik weet het niet meer. Het is net alsof je hier een krul ziet, maar dat is de lichtringdingval van Jenna. Oké, we staan in mijn homestable. Ik heb in de tussentijd ben ik gewoon nog steeds level 11. Dat was ik als laatst geloof ik ook. Even kijken. Ik heb dus die knaap Stuber. En ik heb een Tinker. En daar en die. En ik heb daar ook die gekocht. Ik ga eerst even stal weer opkopen. Dat vind ik een goed idee. Want dan hoef ik niet al mijn beerden te verzorgen. Zo, dat klonk alsof die vermoord werd. Ja. We hebben stalhulp. Ik dacht, misschien is het wel leuk om deze video op vrijdag. Weet je, ik kan wel een update video doen, maar de update van woensdag. Het is nu nog geen woensdag, dus ik heb geen idee. Maar wat ik ervan gelezen heb, dat lijkt me niet zo heel spannend. Dus toen dacht ik, nou weet je, aangezien ik woensdag ook moet werken, ga ik gewoon een stukje update met Gun doen. En dan ga ik gewoon even met Gun Bergtop een stukje doen. Voordat we naar de real life stukje van deze video gaan. En dat real life stukje wil ik het heel even nu over hebben. Want dat was in Friesland. Wij zijn naar Friesland geweest. Met de zomervakantie. Daar zijn we een weekendje geweest. Met zijn vieren. En dat is Max, Jenna, Vicky en ik. En daar hebben wij een aantal leuke meiden natuurlijk leren kennen. Die wij konden we eigenlijk al via Star Stable. Maar daar hebben we ze in real life gezien. En we hebben vooral met Lauren Smoothrider hebben we een tijdje, een tijdje opgetrokken eigenlijk. En zij heeft samen met Jenna, Sabina Dragonwalker is dat natuurlijk. Hè, en Vicky, dat is Victoire Jungle Rider op Star Stable. Hebben ze een buitenrit gemaakt met ponies. Want Lauren heeft zelf geen paard. En daarom hadden we dat geregeld dat ze dat konden doen. Dus daar zie je strakjes een stukje van in deze video hoe dat was. Wij konden natuurlijk niet echt bij de paarden filmen. Of we zijn natuurlijk niet met ze mee geweest. Ik heb wel stukjes van hun, dat ze hebben stiekem met de telefoon gefilmd. Terwijl ze aan het paardrijden waren. Stout, stout, stout. Maar ja, die filmpjes heb ik er wel een beetje tussen gezet. Dus dat zijn geen breed beeld filmpjes. Maar dat zijn natuurlijk verticale filmpjes. Want ze hebben zo gefilmd. Maar het is misschien wel leuk om die stukjes erbij te zetten. Maar ik dacht gewoon, het is gewoon altijd leuk om even te starten met Star Stable. En als mijn paard zo zijn staart omhoog doet, dan denk ik iedere keer dat hij gaat poepen. Maar dat doen de paarden op Star Stable niet. Nou, oké. Goed verhaal dit. We gaan even met Gun hier naartoe. Hebben jullie Gun? Zijn jullie wel eens tegengekomen? Ik denk het niet, maar dat kan ook eigenlijk niet zo. Want ik ben niet zo vaak met haar online geweest. We gaan eerst eens even kijken wat Gun voor missies heb. Oh ja, ik moet level 12 worden. Oké, dat was het ja. Dat is waar. Vanaf level 12 heb je pas weer een beetje missies. Dus ik moet hier maar eerst. Waar is Syndra? Syndra. Waar ben je? Syndra? Oh, daar staat Syndra. Hihi. Oké, influencer bla bla bla. Doe een testrace. Oké, nou die kennen we wel. We moeten de race doen. Let's go. Kom. Ja, als ik een race doe, kan ik mijn koffie niet drinken, jongens. Dan wordt mijn koffie koud. Kom op, Gun. You can do this. Ik heb trouwens een tijdje terug een keer een vraag gehad of ik een keer een serie wilde maken. Sorry als je Discord hoort. Mijn telefoon staat niet op stil, omdat ik een telefoontje verwacht strakjes. Maar ik kreeg wel eens de vraag van wil je een keer een serie maken? Dat vind ik ook leuk. Ga ik ook echt wel een keer... Woe! Mayo! Ga ik ook echt wel een keer doen. Maar ik ben een serie begonnen op TikTok. En dat is niet met het Riley-account. En ook niet met het Gun-account. Maar met een heel ander account. En dat account heet Jayla McCraft.
Dus je kan ook even kijken op TikTok, Jayla McCraft. Het account is in het Engels. Tenminste, ik doe mijn best om het in het Engels te vertellen. Waarom? Ja, ik vind dat leuk. Ik vind Star Stable leuk, maar ik vind verhaaltjes vertellen ook leuk. Ik vind verhalen verzinnen heel leuk. En ik denk, ja, ik kan dat wel op Ridy doen, maar dat wordt één grote chaos. Dus, even de muziek wat zachter zo. Er wordt één grote chaos dan op mijn account van verhaaltjes en series en een stukje weer meetings en feestjes. En nou, dat is gewoon niet handig. Dus zodoende heb ik er een apart account voor aangemaakt. En zij heet dus Jayla McCraft. Ik vond dat een stoere naam. Dus volg je haar nog niet op TikTok? Dat ben ik dus. Ga dan vooral naar Jayla McCraft even kijken. En mijn excuus nogmaals voor mijn niet zo'n hele goede Engels. Ik heb hem bijna geraden. Ik heb hier met dit, met Gun. Bijna de mist in. Met Gun heb ik ook nog helemaal niet dat Friese paard gekocht. Dat draakje. Ik weet ook helemaal niet of ik dat ga doen trouwens. Ik denk niet dat ik dat nodig vind. Nee. Syndra, heb ik het nou niet fantastisch gedaan? Echt, ik heb het echt goed gedaan. Bedankt. Maar ja, ik ben hier pas. Ik ben nog niet één. Ik ben er nog een kwart of zo. Nou, iets over een kwart. Ik ben echt nog niet ver met deze, met dit level. Oh, ik moet wel het goede knopje drukken. En waren jullie erbij toen ik dit peert ging kopen? Ik vind dit eigenlijk best wel een hele leuke Arabier namelijk. Oh, ik ga ook naar James. Kom. Ik ben nou toch hier. James, vertel mij eens. Zij heeft een heel klein staartje. Dat is echt cute. Ah, token op reis. Ik heb helemaal. Oh, dat is dat. Oké. Ken je de foto van de pluizige poppetjes? Bla bla bla. Dit is token. Het is een draakje. Leuk idee. Dat is een schattig idee. Ja, ik wil dat wel doen hoor, James. Ik vind het echt allemaal goed, jongen. Ja, token op reis. Ja. Kijk, daar kan ik sowieso al een foto van aan maken. Kom. Maar dat was nog niet. Dat is niet de missie die ik wil doen. Maar we gaan alleen een foto maken. Heb je trouwens gezien dat dit poppetje echt serieus steeds in de neus peutert? Dat poppetje. Gretchen. Kijk. Waarom? Dat is toch te smerig, jongen. Maar goed, dan gaan we. Dat zou ik niet doen. We gaan. Ik heb daar. Waar heb ik nog een missie dan? Ik ga wel even kijken. Haal Rosever. Avalon. Oké, joh. Ik ga daar wel heen. We gaan naar Avalon. We gaan naar Avalonnetje. Avalonnetje. Jongens, de ene laatste week van de vakantie is begonnen. Tenminste voor dit deel van Nederland. Is het sad? Of is het niet sad? Willen jullie weer naar school? Of heb je zoiets van, nou, doe mij nog maar even niet. Eigenlijk moet je hier wel gewoon even van genieten. Hè? Want als je straks werk hebt. Hè, als je werkt, als je later wat ouder bent. Dan heb je niet zo'n 6 weken vakantie. Dat heb je niet. Je hebt niet genoeg dagen daarvoor. Dan heb je maar gewoon 3 weken vakantie. Of zo. En af en toe nog eens een keer een weekje tussendoor. Op een weekend. Maar... Dus ik zou er maar van genieten nu je nog op school zit. Nu heb je dat nog. Oh, ik moet de verf brengen naar de kleermaker. Een zilverglade. Ik ben helemaal terug. Echt, alleen voor dit, daar heb ik gewoon Jorvik Shilling aan uitgegeven. Wat sad. Vinden jullie Gun er eigenlijk uitzien? Met die trui is leuk, hè? Vind ik... Wow, hij ging laggen heel erg. Oké. Ik moet hier ergens heen. Waar moet ik heen? Oh, ik ga het verkeerd. Ik moet hierheen. Ik ben echt nog steeds super blij met hoe Silverglade Dorp eruit ziet. Echt waar, ik vind het zo mooi.
Ik zou alleen zo graag willen dat we in een huisje konden wonen hier. Echt zo graag. Lijkt mij zo leuk. Waar moet je nou weer heen? Naar Konrad. Oké. Okay. Ja, dat lijkt mij zo ontzettend leuk als je hier gewoon een huisje kon uitzoeken. Dat is echt leuk. Maar helaas. Je stapt dus niet. Ik moet nu naar Moorland. Naar Konrad. Ik heb mijn paard trouwens Chance genoemd. En hij is ook maar level 1. Dus ik moet die nog trainen. Ja. Maar ik heb vaak te veel dingen te doen. En dan... Ik ga de hele verkeerde kant op. Ja, ik ga wel de goede kant op. Maar ik had eigenlijk anders moeten rijden. Maar dat maakt niet uit. Geef niks. Ik heb echt serieus te weinig tijd om... En het account van Gun en het account van Riley. Om alle reputaties te doen. Poep, poep. Tijd te weinig. Tijd te weinig. Ja, dat geeft niet. Dat gaat vast een keer gebeuren. Hallo. Nou, daar is iedereen ook aan het spelen. Oké. We zijn er. Hoppatee. Konrad. Echt, die heeft een arm, hè? Die is echt bodybuilder of zo. Dat was het. Lazuursteen. Rijd naar de westelijke deel van Nilmers Heiland. Je weet wel. Ja, ik weet wel. Oké. Okay. 35 XP. Dat is op zich nog wel te doen. Want ik ben nou wel in een korte tijd al met mijn XP een beetje omhoog gekelderd. Zie je het? Kan ik hier op? Hoe? Net. Haha. Kijk, we moeten naar Nilmers Hoogland, toch? Ja. Wow, kijk eens op de map, man. Dat zijn allemaal cirkeltjes. Ik ga niet springen. Ik heb mijn mok vast en ik ben aan het sturen. Dus ik kan even niet springen. Ha, ha, ha. Hoe vonden jullie de vorige video met Montana zo? Dat was leuk, hè? Ik vond het super gezellig. Echt super gezellig. Wow, ik moet hier ergens... Oh, kijk. Hey, ik heb ook gelijk een token. Oh. Ik klikte niet eens op de token. Dat was niet mijn bedoeling om op de token te klikken. Want ik wilde gewoon dat ding pakken. Maar yo, stop. Die. Oh, dan moet ik afstappen, jongens. Oké. Okay. Kan ik eraf? Ik kan hier gewoon af. Kom op, Gun. Ja, lazuur ook. Ik hoef maar één van de drie. Dus dat... Oh, mijn peert. Oh, kom. Ja, we staan erop. Even zoeken. Waar moet ik nog meer heen? Nou, ik ga daar wel even kijken. Ik vind vast wel iets. Dit was niet op de meest ideale plek. Daar. Ik heb nog een lazuursteen. Kom. Stoppen. Oké. Okay. Zo. Ah. Waar moet ik nou naartoe? Naar Konrad, denk ik. Ik heb het niet onthouden. Maar ik denk het wel. Kan je hier langs? Ja. Ten slotte is Konrad degene die mij hierheen naartoe gestuurd heeft. Dus dan als ik niet naar de goede plek ga, dan heb ik serieus niet goed gelezen. Dat kan. Ik zie het geen groene uitroepteken ook. Dus ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat ik... Jawel! Ja, ik heb dit goed gedaan. Ik moest gewoon terug naar Konrad. Ik moet zo wel even een raceje doen met dit peert. Want dit peert is... Sad en Lonely. Kun je hier naar beneden storten? Ik zag alleen onze schaduw, niet de schaduw van de berg. Dat is gek. Koek, koek. Oh, Konrad, waar ben jij, joh? Leuk, hè, die bloemetjes. Ik vind die bloemetjes zo leuk. Dat is gezellig. Kijk, we zijn er. Konrad, ik heb het. Stop maar. Een klokje. Bedankt. Konrad. Wat ging ik hier nou nog doen? Oh, wacht. Ik ging even iets laten zien. Ga de stapjes af. Kijk, ik heb deze trui. Die heb ik toen nieuw gekocht. Die trui heb ik in de winkelcentrum gekocht. Die vind ik superleuk. Maar hier in Moorland heb je deze broek. Echt, hoe grappig is die? Met dit shirt zo. Dit is toch echt leuk? En dit is gewoon een gratis broek. Echt. Ik vind dit echt superleuk. Echt super. Ik ga dit aanhouden. Dan ga ik een ander dekje erop doen ook. Nee, ik laat wel mijn laars aan. Ik vind dit wel smexy. GD. Oké, okay, kom. Oh, ik ging achteruit. Ik ging achteruit opstappen. Dat is wel best wel knap. Oké. Okay.
En er komen bij nog even, er komt de 10e verjaardag. Hè? Er komt dat nieuwe paard. Hebben jullie hem gezien? Dat is een Jorvik Wild, hè, volgens mij. Hij is leuk, hè. Ik vind hem echt heel leuk. Ik ga heel even Tan de race doen. Maar goed, we zijn weer bij mijn home stable. Ik vond het gewoon leuk om heel even te laten zien met een stukje Gun. Het is niet zo'n lange video, maar weet je, als ik iets meer tijd heb, dan komt dat allemaal wel weer goed. En jullie kunnen nu verder kijken naar onze real life ontmoeting met Laurens Smoothrider. En wij hebben trouwens dat weekend hebben we ook Elsa Applesteel gezien. En Constanza Greennest hebben wij gezien. En daar hebben wij alleen heel even mee gesproken. Dus we hebben daar niet verder echt mee gereden of wat dan ook. Dat komt misschien een andere keer wel. Ja, dat was ook super leuk. En nu gaan jullie kijken naar het stukje met Lauren en de meiden. En een stukje paardrijden. En een stukje van mij en Gert. En een hoop regen. En hoop gezelligheid. Veel plezier met kijken van de rest van de video. Doeg! Leuk dat je kijkt op een video op vrijdag. Ik sta hier midden in een weggetje. Op een weggetje. Ik ben niet in een weggetje. Op een weggetje. In Drenthe. Want wij zijn een weekendje in Friesland. En wat doe je dan in Drenthe? Ja, dat ga ik zo vertellen. Maar wij, daar bedoel ik mee. Ik natuurlijk. En Gert, oftewel Max. En Jenna en Vicky. En Sapje zijn dat natuurlijk. En Victoire. En we zijn naar Friesland gegaan. Uiteraard om een stukje vakantie te vieren. Maar ook om iemand te ontmoeten. En dat is Lauren Smoothrider. En die is nu samen met Victoire en Sabina Dragonwalker aan het paardrijden. Daarom zijn wij dus in Drenthe. En Gert en ik zijn aan het wachten tot de dames terugkomen van paardrijden. En Gert zegt tegen mij, ga jij eens kijken of ze eraan komen. Maar dat duurt nog een uur. Dus ik dacht, we gaan eens even kijken hoe Gert erbij zit. Kijk. Eens even kijken wat hij aan het doen is. Ik denk aan op Discord. Hallo? Ben? Wat ben je aan het doen? Ik zit even TikTok te kijken. Je zit TikTok te kijken. Even bij te houden. Ja, jij zegt tegen mij, ga kijken of ze eraan komen, maar het duurt nog een uur. Nee, drie kwartier. Half uur. Ja, dan komen, dan zie ik ze toch nog niet. Je weet niet zeker, lief schat. Ja, maar kwamen ze eraan? Nee, natuurlijk niet. Jammer. Maar wel, ik moet zeggen, het is wel gezellig hier. Het is wel leuk, hè? Ja, het is, deze meneer is wel een beetje stil, maar de omgeving is wel heel mooi, hè? Renate is nooit stil. En we hebben Lauren gezien, die is ook aan het rijden. En Elsa. En Elsa hebben we gezien. Elsa, ja. Applesteel. Daar zijn we langs geweest. Daar zijn we even langs geweest. Super gezellig. Echt ontzettend leuk. Ja. Dus, en morgen gaan we ook nog iemand in Sneek ontmoeten. Ja. Dus dat wordt ook wel gezellig. Ook leuk. Dus ja, wij hebben het ontzettend naar ons zin. We worden ontzettend hartelijk ontvangen. Ontzettend hartelijk. Dat is een goed Nederlands woord. Maar we worden hartelijk ontvangen overal. En ja, wij genieten er zelf ook enorm van. De meiden genieten ervan. Maar wij genieten er ook van. Ja, hè? Zitten vliegen bij jou. Heel veel. Ja. Zijn ze irritant? Ik voel me net een paard. Ja. Moet je even met je manen flapperen. Ja. Meestal werk dat. Ja. Maar dit is wel even het nadeel. Van de meiden hebben naar de zin en wij moeten gezellig wachten. Maar we zitten met elkaar opgeschreven. Lekker een bitterballetje. We hebben lekker bitterballen gegeten. Dat is wel even lekker. Ja, dan gaan we niet verklappen. Nee. Nee. We gaan het wel even in de gaten houden of ze er nog aankomen. Ja, zo. Ik stuur Renate af en toe wel even die kant op. En bedankt. Lieve Renate. Oké, dan. Tot later. Tot later. Nou, we staan nog steeds te wachten. Maar haar ziet er echt niet uit. Het regent gewoon steeds. En over regen gesproken, wij overnachten 2 nachtjes in een stakerwen hier in een camping in Friesland. Ik vind dat leuk en Gert vindt dat leuk, kinderen vinden dat leuk. Alleen het ging vannacht zo enorm hard regenen. Het begon om 9:30 s'avonds te regenen en de volgende ochtend om 10:00 was het nog niet droog. Ik heb enkele foto's gemaakt van de ravage wat dat gegeven heeft. En je kan je hierna even kijken zo, hoe onze caravan erbij stond. Nou, de caravan zelf was wat hoog, maar omheen was best een beetje nattig. Ja, dat was eigenlijk ook best wel grappig. Maar goed, we wachten nog steeds op de meiden. Ze komen of van die kant, want daar gingen, die kant gingen ze op. Maar ze kunnen natuurlijk ook van die kant komen. Dat weet niemand.
Nee. Dus we wachten gewoon nog steeds. En wachten duurt lang. Ik heb eigenlijk over het algemeen wel een hekel aan wachten. Ik zal gewoon even wat shots geven van deze manege. Je ziet niks hoor, er staan geen paarden buiten. Maar misschien vind je het leuk. Voor de leuk. Ik heb serieus geen idee wat hij aan het doen is. Zijn jullie nog op vakantie geweest? Gaan jullie nog op vakantie? En by the way, ik heb de afgelopen weken niet zo heel veel gepost op YouTube. Dat komt in verband met werk. Ik heb het heel erg druk en dat geldt voor Gert ook. En wij moeten daar een modus in zien te vinden. In wat voor ons prettig is om te combineren met... hoe het voor ons te combineren is met YouTube. En... ja, daar komen we goed aan. Wij willen eigenlijk meer van dit soort video's maken. Een stukje Star Stable, een stukje real life. Daarom vonden we het hartstikke leuk om Lauren tegen te komen. Om Elsa in het echt te ontmoeten. En om Montana natuurlijk van de week hebben we die al gezien. En morgen gaan we nog iemand zien. Dat vinden wij eigenlijk het leukst. Om gewoon jullie allemaal te zien. Er komen alleen maar auto's. Serieus nog geen pony te zien. Ik ga nog één keer kijken. Want het regent. Dan ga ik maar weer even in de auto zitten of zo. Of plassen omdat je verveelt. Wat doe jij? Ik verveel me nooit. Dat is echt ten eerste. Maar nu, als ik zit te wachten. Dus wel. Even kijken, zie ik daar wat? Nee. Er komt daar een auto aan. Geen peert. Nee. Maar het is ook nog, ze zouden 2 uur gaan rijden. Dus ik kan wel kijken, er is nog geen 2 uur voorbij. Maar ik wil ze natuurlijk even filmen. Want anders heb ik alleen maar mezelf zitten filmen. En verder nog helemaal niks. Dus we gaan nog even wachten. Aan het lopen naar de weg, want Jenna die appte mij net met een gesproken bericht dat ze het laatste rondje aan het stappen zijn en dat ze onderweg zijn naar dat ze er bijna zijn. Ja, ze kunnen van die kant komen. Ze kunnen van die kant komen. En zou je net zien, komen ze van die kant. Ik zie nog niks. Ik wil ze graag wel filmen, want het is natuurlijk leuk als jullie natuurlijk hun ook nog zien rijden. Anders, net wat ik net zei, zie je alleen maar mij kletsen. En dan zie je in ieder geval nog 4 seconden ponies of zo. Ik heb nog niks gezien. Ik heb ze gezien als ik me omdraai. Nou, je ziet ze niet zo goed. Ik ga even de camera omdraaien. Dan kan ik een beetje inzoomen. En dan komen ze eraan. Ze komen er eindelijk aan. Heel in de verte. Even kijken, een beetje inzoomen. Superleuk. Ik hoop dat ze het naar de zin hebben gehad. Ik denk het wel. Benieuwd naar hun ervaringen. Daar gaan we zo naar luisteren. Was het leuk? Dat was Victoire. Daar hebben we Lauren. Ja. Hoe was het? Goed. Gaaf. We leggen het zo meteen wel uit, hè, Lauren? Ja. Dat was Lauren en Victoire. En daar komt Sapje. Nee. Sapje zat op een witte vries. Ik heb serieus nooit geweten dat er een witte vries bestaat. Hoe was het? Ja. Oké, okay, nou, volgens mij hebben ze nog wel wat verhalen te vertellen. Ik heb gewoon een paar 2 keer. Gaaf.
Sapje. Hallo Sapje. Heb jij genoten? Ik had een jeuk. En dat is Gert, die is of Max, wel mee. Gert Max, die is aan het filmen. We zijn elkaar aan het filmen. Dus ja. Volgens mij hebben ze het heel erg naar hun zin gehad. Rijtje, ja. Van links, dat is, laten we het even in SSO taal houden, dat is Lauren, of Lauren, ja. Lauren Smooth Rider. En in het midden hebben we Victor Jungle Rider en rechts het stapje Sabina Dragonwalker. Jullie hebben net gereden, hoe was het? Het was echt ontzettend leuk. Het was leuk. Ja, was leuk. Maar ook wel weer een beetje spannend, want we gingen ook keihard tegenop. Ja, gingen jullie hard? Heel hard. We zijn twee keer in galop geweest. Ik moest mensen ook huilen, want ik vond het een beetje eng, want de beugel die verloor ze. Ja, dat is wel eng ook. Ja. Wie verloor de beugel? Een meisje. Ja? Een meisje die zat verloor de beugel. En we moesten ook door een heel zigzag paadje, heel dun. Oh, allemaal bossen. Het leek wel net herfst. Ja? Er was ook iets tussen mij en Lot. Ik reed dus naast Lot op het paard. En toen ging haar paard bokken tegen mijn paard aan. Dus mijn paard schoot naar voren en ik viel bijna op de grond. Maar dat ging goed. Ja, dat vond jij natuurlijk wel weer leuk. Ja, ja, dat vind ik altijd. Bij mij was het gewoon dat ze gewoon heel snel ging. Op een gegeven moment is ze hier, daarheen liep ze echt een beetje van ik heb geen zin. Maar toen we hadden galopje tegen het goud, toen had ze er wel zin in. Ja? Ja, maar we gingen echt vet hard. Ja, jullie gingen hard. Ja, en de pony van de pony waar de begeleider op zat, die was ook op een gegeven moment niet. Je had niet langs een wielrenner. Nee, je had geen zin? Nee. Maar moesten jullie wel een paar keer de weg ook oversteken? Of ja. Ja? Dat vind ik dan toch een eng idee hoor. Nee hoor. En ook echt in het bos gereden? Ja. Ja. Midden in het bos. Midden in het bos. En ook gegalopeerd in het bos. Hard. Wow. Mm-hmm. Ja. Nou, we reden lang zo naast de begeleider. En toen zei ze van dat het was geen regelop, maar voor ons voelde het wel geen galop. Ja. Ik zat echt helemaal zo. Ik dacht, help mij. Ja, maar iedereen ging ook staan in de beugel. Dat is het beste. Volgens mij zijn jullie helemaal kapot, of niet? Ja. Ja, en heel heet. Fik, die kan geen eens meer kijken. Nee. Kijk eens even deze kant op, gezellen. Fik. Ja, je kan ook zien aan de gezichten gewoon hoe hard ze gezweet hebben met handen afgeveegd en vieze vegen en alles. Ja. Het is tijd voor een douche vanavond, dat wel. Ja. Nou, dan gaan we eerst lekker barbecuen, Lauren. Ja, we hebben wel echt heerlijk gereden. Ja, nou, hartstikke top. Nou, wij gaan lekker barbecuen met z'n allen. Ja. En er is niks mis met mij op sprint, want dat paard kwam gelukkig niet tegen mij aan. Ze wilde nog maar zo naar. Het is gelukkig allemaal goed gegaan. Ja. Dus ja. Jullie hebben eigenlijk de tijd van jullie leven gehad. Ja. Dat is hartstikke leuk. Ja, nou, dat is een mooie afsluiting, moet ik zeggen. Ja. En nu gaan we gezellig bij Lauren. Yay! Hey, hartstikke bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Doei! Doei.